Hey, superleuk dat jullie kijken naar een volgende video. Vandaag gaan we aan de slag met slimme objecten en daar een mock-up mee maken. Dus kijk mee als je nog niet weet hoe dat moet. De mock-up die we gaan maken, daar heb ik alvast een beeld voor uitgekozen. Dus deze wagen met op de achtergrond een groot gebouw. Hier ga ik een aantal keer een logo in plaatsen. De bestelauto heb ik vast bewerkt. Eigenlijk zag die er zo uit. Ik heb al even een selectie gemaakt van de bestelwagen. En daar een kleuraanpassing op gezet. Met een stukje uitgespaard. En daar zo komt een wat donkerder vlak. Dat zit in een andere map, in een groep met een masker erop. Dus daar kunnen we makkelijk ook het logo in gaan plaatsen. We gaan het logo ophalen. Het logo dat we gaan gebruiken is dit vrolijke plaatje. En die gaan we eventjes plaatsen in het document hier. En dat doen we via bestand plaatsen. Nou zijn er twee plaatsmogelijkheden. Eén is ingesloten, andere is gekoppeld. Bij gekoppeld blijft er een verbinding bestaan naar een locatie op jouw computer. Als je dan het bestand verplaatst, of je hernoemt hem, of je gooit hem weg, dan is die koppeling niet meer te herstellen. Dus het veiligste is ingesloten plaatsen. Dat ga ik ook doen. Ik haal hem hier op. Nou, Photoshop wil hem dan plaatsen als een slim object. Mocht hij dat niet gaan doen bij jou, dan kan het zijn dat er een instelling in jouw voorkeuren anders staat. Ik laat je zo even zien hoe dat moet, maar in principe staat die standaard op plaatsen als slim object. Je ziet, ik had hier in die map al geselecteerd, dus hij plaatst hem ook in die map. En je ziet dat de auto al gelijk die afbeelding uitsnijdt. Het maakt niet uit of je hem groter of kleiner maakt. In principe behoudt deze afbeelding zijn originele resolutie. Ja? Dus het kan zijn dat die een lage resolutie afbeelding, dat die natuurlijk wel korrelig wordt. Maar in principe maakt het niet uit of ik hem kleiner maak of niet. Ik kan hem het beste maar passend maken. Ja? Dus zo ongeveer lijkt me goed passen. Goed, je mag er een beetje afvallen. Hoe groter, hoe beter. Ik druk op enter om hem te plaatsen. Yes. Mocht hij dus niet als een slim object hier geplaatst worden, dan kan je even naar bewerken, of edit, voorkeuren, preferences en naar algemeen. En dan hier kan je een optie vinden, altijd slimme objecten maken bij het plaatsen. Het vinkje aanzetten. Yes. Ik wil dit logo nog heel even uitsnijden. Maar eerst ga ik heel even kijken hoe dat eruit ziet als ik dit bestand wil bewerken. Want gewoon gummen, dat werkt natuurlijk niet. Om hem te bewerken moet ik even dubbelklikken op het slimme object hier. En dat opent het bestand in het bestand. Er zit een nadeel in. Het was een JPEG bestand. En hier zal hij dus ook een JPEG bestand laten zien. En waarom is dat een nadeel? Als ik hem nu hier ga bewerken, moet ik dit bestand in het Photoshop bestand altijd opslaan als een JPEG bestand. Dat betekent dat ik maar één laag tot mijn beschikking heb. Heel onhandig als ik non-destructief wil werken en daar hou ik zo van. Ja? Dus het is handiger om eerst even in Photoshop die afbeelding nog een keer te openen in een nieuw document, dus in het eigen document, en hem dan op te slaan als een Photoshop document. Dus als ik hem nu ga opslaan, bestand opslaan als, en dan nu kies voor een Photoshop document, of beter nog, een PSB bestand, Photoshop B, kan nog meer pixelinformatie verwerken, kan een groter bestand worden. Dus PSB ga ik hem even als opslaan in diezelfde map. Hier kan ik hem sluiten. Deze ga ik nog heel eventjes weg. En ik plaats hem opnieuw in gesloten plaatsen. En ik kies hier voor dat PSB-bestand. Ja? Hartstikke mooi. Het lijkt me de goede grootte, maar ik zet hem zo heel eventjes in die map. Hop. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Yes. En ik druk op enter.
Nu, als ik hem ga bewerken, kan ik alle Photoshop-mogelijkheden gebruiken die er zijn. Ik selecteer eventjes deze achtergrond. Ik heb de tolerantie op 4 staan. Dat moet genoeg zijn. Misschien niet helemaal genoeg. Ik selecteer voor de zekerheid heel eventjes deze randjes mee. Ik zie dat hij net een beetje mager heeft geselecteerd. Ja, ik heb alles geselecteerd. Ik draai de selectie om. Ik maak een masker. En ik sla hem op. Ctrl-S om op te slaan. Nou, dit kan natuurlijk niet in een JPEG-bestand. Het kan alleen maar in een Photoshop-document, een TIFF-bestand of een PSB-document. Als ik hier kijk, zie ik een mooi uitgesneden hondje op dat grijze plak dat eronder ligt. Het enige dat ontbreekt, dat zijn die mooie schaduwen die hier in de auto zitten, die de vorm aangeven. Die kan ik terugbrengen door te werken met mijn overvloeiopties in de laagstijlen. Er zijn andere mogelijkheden, maar ik vind dit lekker makkelijk. Daarvoor kan ik even dubbelklikken op deze laag of naar FX opties voor overvloeien. En bij mijn overvloeien als opties, blend if, kan ik zeggen dat hij naar de onderliggende laag moet kijken. En ik houd de Alt of Option toets even ingedrukt, dan zie je dat hij deze dingetjes van elkaar afhaalt. En dan gaat hij alle donkere tonen tot waar ik zeg dat het mag, die gaat hij transparant maken. Dus in deze laag maakt hij alles wat hieronder heel donker is, transparant. En je ziet hier al de vormen van die deuk, als het ware, hè, dat afgeplakte raam, die zie ik terugkomen in mijn illustratie. Kijk, hartstikke mooi. Als ik verder ga, dan wordt die transparanter en transparanter. Maar dat zal niet het geval zijn bij een sticker. Het kan wel zijn dat die glans, dat je die een beetje meeneemt. Ja? Hetzelfde geldt als ik hele witte tinten zou hebben die ik door zou willen laten schijnen. Dan kan ik natuurlijk van deze kant af gaan sliden. Of die met de Alt-toets ook even openbreken. Als je hem zo losmaakt, dan wordt het een vloeiende overgang. Ik laat hem zo staan, helemaal tevreden. Ik druk op oké. Fijn. Dus ik heb hier mijn slimme object aangepast en wel mooi geplaatst op deze wagen. Yes, super. Het tweede wat ik wil doen is hetzelfde logo gebruiken en hier zo op het gebouw plaatsen. Ga ik hem ongeveer hetzelfde doen. Het is hetzelfde logo, dus ik kan dit logo gewoon gaan kopiëren. Ja, rechtermuisknop, laag dupliceren of eventjes slepen naar het plusje hier. Nog handiger. En ik zet hem even bovenop deze map. Zo. Ze steekt overal voor. Huppakee. En daar is die. Nou, dat overvloeien als met zwarte, dat heb ik hier niet nodig als effect. Dus dat ga ik nog even uitzetten. Dus ik dubbelklik en ik herstel dit. Wat ik wel wil, is dat die natuurlijk mooi op dit gebouw past. En misschien zelfs een beetje in perspectief staat. Dus ik ga hem wel transformeren. Ctrl-T, Command-T. Ik kan de Alt-toets iets kleiner maken. En eventueel kan ik hem nog vervormen door rechtermuisknop te doen. En vervormen te kiezen. En dan kan ik de punten één voor één gaan verplaatsen. Nou, ik weet niet of dit het perfecte perspectief is. Maar dat maakt voor nu even niet uit. Er zijn wel manieren om dat te achterhalen hoor. Dus maak hem toch ietsje kleiner. Zo, dan lijkt het net een soort sticker hier op het bedrijf. Je zou er natuurlijk ook een mooi bord onder kunnen plaatsen. Maar voor het idee kan ik hem natuurlijk ook zo inzetten. Ja? Als ik zou willen, zou ik het logo nog een keer kunnen kopiëren. En hem dan op zo'n doosje plaatsen of zo. Zal ik het doen voor de lol? Voor de lol. Ik alt-sleep even de laag, dat maakt ook weer een kopietje. Ctrl-T om hem te transformeren. Met de Ctrl-toets of de Command-toets ingedrukt kan je ook gelijk de vervorming aanzetten. Ik vervorm hem even zo dat hij heel mooi op dit doosje staat. Of is die klein? Enter. Even voor het idee. Met de pijltjes toetsen kan je hem nog verplaatsen. Hartstikke leuk. Ja? Hartstikke handig. We hebben dus 3 slimme objecten.
Het zijn kopieën van die eerste, die laatste twee. En het handige nu is, als ik iets wil gaan veranderen, dan kan ik dat slimme object aanpassen. En dan past die gelijk al die slimme objecten aan. Maar de transformaties en andere bewerkingen die er overheen zitten, die blijven behouden. Ja? Dus als ik dit logo wil vervangen door een ander logo, dan kan ik dat doen. Ik dubbelklik eventjes op het logo. Zoals we aan het begin ook hadden gedaan. Daar is die, hartstikke gezellig. Ja. Ik ga hier in even een nieuw bestand plaatsen. Bestand ingesloten plaatsen. En ik kies het andere logootje dat ik had gevonden. Hartstikke mooi. Ja, leuk. Veel beter. Houden zo. Ik moet hem alleen nog even uitknippen. Dus ik selecteer even de achtergrond. Oh, hier pakt hij de rand. Nee, toch niet helemaal. Ik selecteer toch nog heel eventjes die rand erbij. Ik hou shift ingedrukt trouwens. Dus dan zet hij hem op uitbreiden naar. Vergeet niet de selectie even om te keren. En ik maak weer een masker. En daarna kan ik dit bestand opslaan. Ja? Let er wel op dat hij binnen deze vorm moet passen. Want anders heeft hij misschien een probleem. Nou, hij is wel iets kleiner. Dus laten we maar gewoon eventjes zorgen dat hij net zo groot is als die andere jongen. Ongeveer. Ja, dan zal die het mooiste passen. Ik probeer die cirkels even mooi op elkaar te krijgen. Ja. En ik zet het achterste hondje uit. Ik sla hem op, Ctrl-S. Ik gooi nu natuurlijk geen informatie weg, want deze laag zit nog. Ik kan zo weer wisselen. Dat is wel zo handig. Opgeslagen. En hier zie je dat overal waar het logo gebruikt is, heeft hij het vervangen. Ja. Dus een handig truc. Hier is die natuurlijk wel een beetje verplaatst. Maar wat wel veilig is als je hem hier dan gebruikt, maak even een masker, zodat niet dat nieuwe logo van die doos af kan vallen. En hier is het misschien wel slim om nog wat effecten toe te passen, zodat het lijkt alsof er bijvoorbeeld wat licht overheen valt. Ik pak even een penseel en een nieuwe laag. Dit penseel. Een beetje een zachte hardheid, 46 goed. Ik schilder even wat witter overheen, maar ik ga de dekking wel verlagen. Oké, dekking wat lager. Nou, om te zorgen dat hij alleen dat logo verandert, kan ik er nog een uitknipmasker van maken. En dan beïnvloedt hij natuurlijk alleen maar het logo zelf. Hartstikke handig. En als ik het logo toch nog wens te veranderen, ik sla hem weer op. Dan zit alsnog hier alleen dat effect op dat nieuwe logo. En overal is het veranderd. Ja? Dat is een hartstikke handige en toffe manier om te werken met slimme objecten. Nou, mocht je nou hetzelfde slimme object willen gebruiken, maar niet willen dat hij de hele tijd alle logo's vervangt, dan kan je ook een kopietje ergens van maken. Zonder dat die beïnvloed kan worden. Dan is het een nieuw slim object via kopiëren. Ja, dus ik heb hier even dit slimme object gekopieerd. Oh, het is die klein. Ik kan weer wat groter maken. Oh, daar gaat het helemaal mis. Zo. Even zo. Hartstikke mooi. Dus dit is een kopie zonder dat ik hem direct heb gekopieerd. En als ik nu hier weer terug ga naar de kat, ik sla hem op, dan blijft hij toch hier de hond. Mocht het eens handig zijn. Ja? Nou, mocht ik nog slimme objecten hier van die auto bijvoorbeeld willen maken, die kleurtoonverandering in die auto en deze auto, ik heb te veel lagen, dan kan je sinds 2019 ook meerdere lagen selecteren. En die omzetten naar een slim object. Hij blijft natuurlijk bewerkbaar, maar je hebt je lagen even weggeschreven. Bewerkbaarheid zit in de dubbelklik. Dus hier zo zitten al die lagen die ik daarnet had. Als ik de verandering doe, moet ik hem alleen even opslaan. En ik kan eventueel ook weer terug door rechtermuisknop en omzetten in lagen te kiezen. En dan heb ik precies weer wat ik hier net aan lagen had staan. Ja?
Dus dat is ook een veilige manier, een overzichtelijke manier. Heb je een gedeelte van je compositie al af, neem de laag samen, zet ze om in een slim object. En je kan ze niet per ongeluk bewerken of veranderen. En je kan het altijd weer ongedaan maken. Super leuk dat je keek. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Het is een mooie techniek om mee te werken, die slimme objecten. En super veilig. Oké, ik hoop dat ik jullie volgende keer weer zie voor een nieuwe video. Doei!